Goedemorgen allemaal. We staan hier op camperplaats. Geweldig uitzicht. Speeltuintje erbij. En daar staan wij. Daar staan mijn buren. En daar staat een grote arena. Loosplek is hier. Water vullen. Stroom. Kijk, bij de kroeg hier beneden bij de hoofdstraat kan je de sleutel weghalen. Voor 5 euro per nacht. Dag. Nou, is het niet goedkoop. Morgen vertrekken wij weer hier. En dan gaan we weer een stukje naar het noorden toe. Richting Frankrijk. Maar dat zal het dan niet rechts wezen. Maar die kant gaan we nu wel weer uit. Dus we houden u op de hoogte. En tot morgen. Goedemorgen. We gaan Brea verlaten. Dat is een prachtig mooie camperplek voor 5 euro per nacht. Met een fantastisch uitzicht. En we gaan weer Vamos. We moesten betalen bij... Gaat over 1,5 kilometer rechtsaan richting M229. Bij een plaatselijke kroeg waar je ook nog broodjes kunt halen. Het is prachtig mooi weer. Gisteren lekker rustdagje gehad. Doei! Het is al bijna een uur zo aan het rijden. Door deze mooie landweggetjes, dwars door de bergen heen. Nog geen tegenligger tegen de bomen. Daar is nu de eerste auto die we zien. Hoe is het mogelijk? Daar komt een grote, grote hond aan. Hier onderweg, ik zal de plaatsnaam straks nog even opzoeken. Een leuk gebouwtje. Je hoort het misschien al. Oh, hier twee informatieborden, vogeltjes en de natuur wat hier allemaal is. En daarboven een, ja, zeg het maar. Het komt gewoon hier uit die berg weg, hè. Als je goed ziet, het stroomt gewoon hier bij de berg langs. En daar gaat een klein beetje heen. En de rest gaat daar allemaal heen. Het komt gewoon helemaal van die berg. Lijkt dat mooi.
Daar staan we met de camper. Zal ik hier nog even kijken wat hier is. Dit is gewoon uit de rotsen weggekapt, zo te zien. En hier de deur ook nog open. Nee, gewoon een halte. Maar hier, er kon gewoon een hele huis geweest zijn. Stoelen staan erin. Lijkt wel een kapelaankerkje. Die plafonds zien zo mooi. Heel mooi, heel mooi. Nou, dan haal ik de hand even door de tralies heen. Want je kan er niet in. Er hangt een grote ketting op hier. Hier ook even aan deze kant misschien. Nee, niet zoveel zicht. En dat is ook afgesloten, dus kunnen we er niet heen. Nou, ik zal even opzoeken waar we hier zijn. Hier staat het ook, Civica. Nou, geweldig mooi. Je ziet, gewoon uitgehouwen uit de rots. Hartstikke leuk. En hier beneden in de bar. Maar ja, Geertje zegt al van, het is vrij steil naar beneden. Dit wordt voor ons niks. We gaan weer verder. Naar het mooie plekje te bezocht te hebben met die mooie waterval bij de bergen langs. Zijn we nu door een heel klein dorpje gekomen. En we rijden nu weer mooi over een soort, ja, het is een hele mooie weg. Net nieuw denk ik, zo te zien. Weer mooi door het mooie landschap hier. Als we weer wat moois tegenkomen, filmen we dat natuurlijk. Anders blijf ons lekker volgen. We zijn inmiddels over de 220 leden, abonnees. Het gaat mondjesbaan omhoog, maar geweldig hè. Echt, en dit laatste filmpje al iets van 800 keer bekeken in één dag tijd. En het wordt zeer gewaardeerd, zeer gewaardeerd. Nou, we houden nu op de hoogte. Volg ons dan maar een klein stukje hier. En dan gaan we weer mooie opnames maken. Wat ik nog even wou melden, we zitten hier op 950 meter hoogte. En vanaf hier ga ik nog even een stukje timelapse doen. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? What's the last one? Standing thing. Ja. Neem op de rotonde de eerste afslag naar CM1101. Siguenza. Dit is al de vorm van het kasteel. Trein heel kilometer, Geertje. Ja, nog 3,5 kilometer zijn we op de plaats van bestemming. Zijn benieuwd hoe het eruit ziet. Ik zie nog geen kasteel. Nee, geen kasteel. Heel mooi omgeving. Ja, daar zie ik een kasteel. Wow. Daar zien we twee kastelen.
keer een hele mooie rit gehad. Een beste kasteelritje. Ja. Hele grote. Of naar Calle, dan gaan we naar de San Geronimo. Ja? Ja, kan. Een heel leuk stadje. Zo, camperplaats. Echt goed. We moeten dus hier langs. Ja, maar heel mooi, ze hebben het gesteld. Ja, dat is een toeristische route, hè? Hier gaan we Bobbeke. Lima City. Sla rechts of naar Calle Valencia. Ik ben er wel in, maar ik zou er net een camper plakken. Nee. Dit werd ik niks, denk ik. Gewoon. Trek. Nee. Naar Calle, mijn mailkaart via Antaanve. Sla rechts of naar KJ, Riega's. Neem dan de tweede weg rechts. Parkeerplaats de Castilla. Ik heb net vooral idee. Stil is dood, lopend. Schoonkindjes. Nou, we gaan weer los. Thank you.
morgen. We gaan Sigüenza verlaten. Het was een zeer koude nacht dit keer. Oh, is ook een mooi parkje nog. Oh, ik kom weer. Zo. Goedemorgen. Is er ook nog bij. Hier is het stadcentrum. Slaan bij het stopbord rechtsaf. Echt een heel leuk, rustig dorp. Hier zijn we gisteren niet naartoe gekomen. Het was heel erg heet. Later. Goedemorgen. We rijden weer een hele mooie weg. Vast door de bergen. Van richting naar Soria. Dit is weer een hele mooie omgeving. Alles staat in de bloei. Mooi geel. Mooi groen. Mooie rotspartijen. Zwarte gronden. Oh, jongen, het is hier schitterend. We houden nu op de hoogte als we dat wat mooi zien. Geweldig. Daar voor ons, de eerste bergen alweer met de sneeuw er bovenop. We hebben nog een kwartiertje rijden. We zijn in Soria. Weer een leuk kerkje. Hartstikke mooi hoor. De ene bocht naar de andere natuurlijk. Snap je dat je koeien op de wei werken, hè? Maar gewoon een vier beneden. Low chrono. Oh, dit is ook weer iets moois, denk ik. Een mooie brug. Watergroot. Thank you.
10:30 s'avonds en nog ontzettend druk. Nog steeds het kinderfeestje. Daar weer een kasteel mooi op de achtergrond. Misschien dat we er morgen nog even heen lopen. Nu te heet. We gaan nu met het treintje. Hele gezinnen Spanjaarden feestvieren. Para el control de los caminos que se dirigían a la Mesea Tribuna de los Templarios, aunque actualmente se carece de este siglo XII, cuyo uso hoy es de residencia particular. La iglesia inicial pudo ser construida en los años en que Alfonso I el Batallador door de mooie smalle straatjes hier. Hier kunnen we de casa del común, bajo la que se abre el arco de Juan. Antiguos toriles cuando este espacio era usado como plazo el antiguo ayuntamiento de Soria y la actual casa que usó como ilustres profesores a Gerardo Diego y Antonio Machado, de origen. Pero históricamente se habla de que a comienzos del siglo XII se erigió en este lugar una modesta iglesia románica, de la que ese siglo el templo fue remodelado profundamente, ampliándose las naves y levantándose el coro. Pueden observar la joya de la arquitectura. 5 arcos de medio punto en la parte de arriba. Río Duero, Río Duero. Nadie acompañarte baja. Nadie se... Un poco más adelante puede verse el puente de hierro sobre el río Duero. Antigua línea de ferrocarril. Daar een hele mooie kasteel tegen de rotsen aangeplakt. En daar gaat hij weer. Weer met een volle bak. Weer naar het kern van het dorpje. Ik denk dat het laatste rondje is. Het is 6:30. Buenos dias. We verlaten deze fantastische plek. In Soria, echt waar, ontzettend mooi. Hele mooie, aan de rivier gestaan. Heel druk gisteren. Nu ook alweer allemaal mensen die hier wandelen. Hele mooie wandelroute hier over de brug. En dan ga je weer over de andere brug, maar voor ons te ver. Maar echt druk hier. Vlak bij een restaurant moet je wel reserveren, dus we hebben gisteren wat tapas gegeten. We gaan weer richting noorden. Het was hartstikke mooi hier. Tot straks. 1430 stijgend nog steeds. Ja. Hoogte. We gaan richting tunnel. We zitten helemaal tussen de bergen in. In het noorden van Spanje. Loch Ronno. 210 meter lang. Kijk, het boven de grond. Allemaal bos. En we gaan nu richting tunnel. We hebben groen, we mogen door. De tunnel is 2444 meter lang. 2,5 kilometer. Ja, dan gaan we dwars door deze berg. Nou, wat fijn.
meter hoogte, dan nog door een tunnel. Ja. Dus dat is de langste van morgen dan, denk ik. Ja. Bestemming en dan zoeken we de camperplaats op. Het lijkt van afstand weer een hartstikke leuk plekje en u hoort ons nader. Goedemorgen, we zijn weer vertrokken vanaf de camperplaats en we rijden nu richting de kust, helemaal boven in Spanje. En dan zoeken we daar een camping of zoiets, denk ik even. En dan blijven we daar even 2 dagjes en dan gaan we Spanje weer verlaten, helaas. Want we zitten denk ik dan een goede 100 kilometer vanaf Frankrijk. En dan gaan we Frankrijk weer in. Dus wat vervolg! Weer een super mooi plekje. Dan flikkert dat die auto weer mee. Het was net een auto die gaf lichtsignaal. Die is dat politie te controleren. Dus vandaar. Hele mooie huisjes. En dit was Arturi. Arturi. De Rijksweg door. Tol betalen. En wij rijden tolloos vrij, hè. Dat scheelt weer in de pocket. ...10% naar beneden. En wat een mooi uitzicht weer. Weer zo'n heel mooi klein dorpje. Geweldig. Stijl naar beneden. Mooi hoor. Groot water. Dus
zijn weer aan de kust. Ja. Aan de kust, niet de Zeeuwse kust. Bestemming. Nou, de oceaan weer ietsje. Ja, mooi hè. Wel dit? Ja. Dat je ver genoeg kijkt, zie je Amerika.
hebben de camping helaas moeten verlaten. Er was nog wel plek, alleen het was zo drassig daar onderin, want het liep zo steil allemaal naar beneden. Dus voor Geertje en Eils niet te doen om naar het toiletgebouw te lopen of te doen zo dat ze deden. En het was ook nog €26 per nacht. Nou, om dan alleen maar in de camper te zitten, kunnen we dat ook ergens anders aan uitgeven. Dus wij zijn weer vertrokken. En ik ga nu naar een camperplaats ergens met uitzicht op de zee. Maar als die plek is, weet ik niet, maar dat zien we dan wel. In ieder geval gaan we de kust langs. Hier zijn we zo net links weggekomen. En nu gaan we onder de brug of door de tunnel dezelfde weg terug. Bovenin weer een hele hoge brug. Gaat hier wel 200 meter hoog. Kun je nog zien? Een beetje rechtsboven.
goedemorgen. We gaan Getaria, een camperplaats, direct aan de zee, uitzicht op zee, verlaten. En we gaan eerst nu even naar een wasserrippe om de was te doen. Dus, en daarna vervolgen we ons weg naar een camping, zoals het nu lijkt. U hoort nader, dat verder en een goedemorgen verder. Nou, hier bij een wasserette. Heel schoon en heel netjes. Speed Queen. En we hebben hem in de nummer 4. In de 18 kilo. Alles in één keer. En we gaan het straks daar in de drogers. Of in de droger. En dan is het €1,70 per 8 minuten. Ik denk maar net hoe droog je het wil hebben. Heel netjes, heel netjes. In Frankrijk. Neem op de rotonde de eerste afslag naar Richard Michel. Iedereen bedankt voor het kijken. Word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.